Welkom in het centrum van Haarlem, welkom bij de Philharmonie. Mijn naam is Bart Klaver en vandaag neem ik jullie op tour in dit prachtige concert- en congresgebouw en laat ik jullie zien wat er op zakelijk gebied allemaal mogelijk is. Gaan jullie mee? De grote zaal, imposant en flexibel tegelijk. De zaal heeft een capaciteit van 1100 stoelen. Door de flexibele vloer kan deze zaal op verschillende manieren worden ingericht en gebruikt. Door alle stoelen in deze zaal weg te halen, ontstaat er een vlakke ruimte die op vele manieren kan worden ingevuld. Boxring, U-vorm, you name it, geen probleem. Het KVJ Koolorgel is een waar pronkstuk in deze ruimte, maar desgewenst, scherp hem af. We staan hier nu in het hart van de Philharmonie in de grote foyer op de begane grond. De Philharmonie heeft twee foyers, eentje boven en één beneden, die uitermate geschikt zijn om te netwerken, te pauzeren of voor diners en recepties. De Blauwe Zaal, ons eigen Grand Café, waar klassiek modern ontmoet. Nu in de opstelling theater, maar uiteraard zijn er diverse opstellingen mogelijk. We zijn hier nu in de Van Warmerdamzaal, een hele mooie en lichte ruimte die niet alleen voor een vergadering gebruikt kan worden, maar ook voor kleine diners en recepties zeer geschikt is. Prachtige kroonluchter en uiteraard een geweldig uitzicht op de Sint-Bavelkerk en de Grote Markt midden in het centrum van Haarlem. We zijn hier nu beland in de Van Beinamzaal, een hele mooie lichte zaal vanwege de hoge ramen, hoge plafonds en de drie prachtige kroonluchters. Nu een hele mooie opstelling voor een vergadering, maar ook voor kleine diners en recepties zeer geschikt. Weinig mensen weten dat we helemaal boven in de Philharmonie nog twee hele mooie ruimtes hebben. Loft 1 en Loft 2. Een echte hidden gem, zeer geschikt voor kleine trainingen en vergaderingen. En dan tot slot de kleine zaal. Niet alleen mijn favoriet, maar ook de favoriet van de vele artiesten die er al hebben gestaan. Een geweldige zaal, niet alleen qua akoestiek, maar ook zeker qua sereenheid en compactheid. En dat komt door het vele hout waaruit deze zaal is opgebouwd. Kortom, de perfecte plek voor een middelgroot congres. De Philharmonie, een hele veelzijdige congreslocatie waarvan ik hoop dat jouw congres of vergadering hier een keer gaat plaatsvinden. Neem voor een rondleiding contact met ons op of ga voor meer informatie naar onze website.